Ik ben onderweg naar de langste wandel- en fietsbrug van Europa. De Pieter Smitbrug in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen. Kijk, de brug is vernoemd naar de in 2018 overleden oud-burgemeester van Oldambt. De 800 meter lange brug verbindt het woon- en recreatiegebied Blauwe Stad aan de noordkant van de A7 met alle voorzieningen in de stad Winschoten. Zoals je ziet is de brug bijna helemaal van hout gemaakt. Dit is azobé, een hele harde houtsoort uit duurzame productiebossen in Afrika. Samen met de betonnen voeten die in het water staan en de aluminium brugleuning heeft de brug een levensduur van wel 80 jaar. Een bijzonder moment tijdens de bouw was het plaatsen van de boogbrug over de snelweg. Deze is op een ponton over het Winschotendiep aangevoerd en 's nachts in 2 uur tijd op zijn plek gehezen. Als je verder fietst, dan zie je dat de hele brug eigenlijk uit 4 delen bestaat. Een beweegbare brug over het Winschotendiep, een boogbrug over de A7, een langer gedeelte over de ecologische zone die 2 natuurgebieden in Blauwe Stad met elkaar verbindt en het gedeelte over het Oldambtmeer. En halverwege kun je met deze fietstrap de brug ook op en af. In de zijkanten van de brug zie je afbeeldingen van wuivend riet. Dit is een verwijzing naar de rietkragen van het Oldambtmeer. Ik zei het al, het is een fiets- en voetgangersbrug, maar het is ook een oversteekplaats voor vleermuizen. Zij leven in het stadspark waar we begonnen zijn en ze maken gebruik van de natuurlijke verbindingszone hier onder de brug. Er is ook een andere dierengedacht. Onder de brug hangen een aantal nestkastjes voor vogels. En in de zandwal aan de noordkant kunnen oeverzwaluwen hun nestjes bouwen. De energiezuinige LED-verlichting op de brug heeft, speciaal voor de dieren, een zachte kleur. De brug is een icoon voor de provincie Groningen en een uitkomst voor de bewoners van Blauwe Stad. Zij kunnen veilig en snel naar Winschoten, waar scholen en winkels zijn. En Winschoters kunnen zo het natuur- en recreatiegebied van Blauwe Stad in. Ik fiets nog even verder. Tot ziens!